Dames en heren, super tof dat jullie kijken naar een nieuwe Fortnite update video. Als je wil, smash eventjes op dat duimpje omhoog. Daarmee support je namelijk heel erg. Abonneren kan natuurlijk ook hier beneden. En jullie zien het, de item shop van vandaag. Die natuurlijk weer in het thema staat van Marvel. Namelijk super veel Marvel items. Rechts onderin kun je de code te veel vaart vullen. Wie dat ook heeft gedaan, is Ram. Je moet het op de zijkant kijken. Maar hij heeft deze toffe Major Mancake bundel gekocht met onze code. Hey Ram, heel erg bedankt daarvoor. Een dikke shout-out naar jou. We gaan denk ik snel beginnen. Ik heb vandaag wel leuke nieuwtjes. Maar niet al te veel, we gaan direct starten. Ja, zijn het eerste topic. We kijken natuurlijk altijd eventjes hoe ver we zitten in dit seizoen. Nou, op dit moment zitten wij op 63,5%. Wat betekent nog 38 dagen. En dan komen we aan in het nieuwe Fortnite seizoen, namelijk Season 4. We gaan gelijk door naar het volgende topic. Ja, we gaan het eventjes hebben over de nieuwe update die eraan gaat komen. Namelijk de V21.40 update, die komt natuurlijk volgende week dinsdag erin. Dat wordt een grote update. Waarom? Nou, ik zal jullie vertellen waarom. Namelijk bijvoorbeeld Daily Bugle gaat compleet veranderen, hebben ze aangegeven. En dat gaat pas gebeuren bij dus de grote update die eraan gaat komen op dinsdag. Dus wat gaat dat precies betekenen? Nou, het kunnen twee dingen betekenen. Allereerst gewoon een normale change, wat we ook zagen bij andere Point of Interest. Namelijk, ja, wel dezelfde gebouwen in Daily Bugle, maar dan in Atlantis, Roman of Wild West thema. Dat zou kunnen, want er is nu een boompje. En dat zagen we natuurlijk ook op al die andere locaties waar dat wel is gebeurd. Dus ja, dat is de grootste kans dat dat gaat gebeuren. Maar ze geven heel erg, ja, raar apart aan dat ja, Daily Bugle dus helemaal gaat veranderen. Dus het zou ook kunnen betekenen dat Daily Bugle, ja, compleet gaat veranderen. Dat zou heel erg goed kunnen. Maar dat gaan we natuurlijk allemaal zien, namelijk volgende week dinsdag. Dus stay tuned voor dat. Daarnaast wil ik nog eventjes hebben over de blok 2.0. Namelijk in Tilted Towers is natuurlijk nu, ja, het voten klaar. Dat kun je namelijk niet meer doen. Alle drie de gebouwen die staan nu under construction, zoals jullie zien. Ook het laatste gebouw, namelijk de shop. En bij de V21.40 update volgende week, dan gaan deze gebouwen in Tilted Towers komen. Dus dan kun je er gewoon van genieten. Dan kun je zien hoe het is geworden. Zeker weten dik hoor. Ik moet zeggen, ja, nogmaals, ik heb het vaker gezegd. Ik vind het concept super dik dat de community mee heeft geholpen met Tilted Towers. Want Tilted Towers is misschien wel gewoon, ja, het meest iconische plekje in Fortnite. En we gaan door naar het volgende topic. Ja, we gaan eventjes naar de andere kant van de wereld, namelijk Indonesië. Namelijk in Indonesië was natuurlijk Fortnite en nog heel veel andere games verbannen. Jawel, namelijk daar heb ik laatste video over gemaakt. Namelijk Fortnite, of eigenlijk Epic Games moet ik zeggen, die heeft zich niet gehouden aan bepaalde regels. Ja, en toen moesten ze stoppen met Fortnite in die landen. Anders dan hadden ze flinke problemen daar. Dus dat hebben ze maar gedaan. Toen ging Epic Games natuurlijk op vakantie, konden ze niks fixen. En in de tussentijd heeft constant dus Fortnite onder andere platgelegen in Indonesië. Maar zoals jullie ook weten, Epic Games is weer terug van vakantie, ongeveer 3 dagen ongeveer. En ze zijn direct aan de slag gegaan en ze hebben gefixt dat nu weer je het kunt spelen in Indonesië. Dus ze zijn nu, ja, akkoord gegaan met de regels die ze daar hebben. Ik weet niet precies wat voor regels, maar dat boeit ook niet. In ieder geval, je kunt gewoon weer ja, Fortnite spelen, dus dat is zeker weten nice. En we gaan door naar het volgende topic. Ja, en dit is eventjes een klein dingetje hoor, namelijk het feature van Fortnite Competitive. Namelijk, die hosten nu de Wildstorm Lightning Cup in plaats van de Zero Build Squads vandaag. Ja, ik weet niet waarom precies, waarom ze dat hebben veranderd, maar dat is dus veranderd. Dus ja, dat gaan ze vandaag, als het goed is, hosten. En we gaan door naar het allerlaatste dingetje. Ja, en dit is eventjes een geniale clip van natuurlijk de glitch, de, ja, hoe noem je dit eigenlijk? De movability glitch. Maakt ook niet uit. Ik heb hem eerder laten zien. Maar dit is eventjes een extra leuke clip. Dames en heren, ik ga wel vast de video afsluiten. Druk nog eventjes op het duimpje omhoog. Abonneren kan niet beneden. Zak te veel gevraagd. Dan gaan we nu kijken naar deze video.